Meneer Jansen, kunt u eens zeggen wat u vandaag naar Breda brengt? Wat ik vandaag hier aanwezig ben hier in Breda en wat ik kom doen is uiteraard eerst fietsen. En dat fietsen dat is als een soort promotie voor de Paralympische Games die in oktober hier gehouden worden. Dat is een hele happening natuurlijk. Er mogen 42 landen geloof ik dat er hier naartoe komen. En dat is, de start is nu gegeven. Tenminste, dit evenement waar ook mensen met een lichamelijk handicap ook aan meedoen. En de organisatie heeft mij gevraagd om hier aanwezig te zijn. Niet zozeer dat ik zo hard kan rijden, dat doen we niet natuurlijk. We gaan het gemak een beetje doen. En we gaan een mooie tocht maken van 25 kilometer hier door de regio heen. Hoe kijkt u als voormalig topsporter aan tegen een evenement als de Paragames? Die Paragames, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die een handicap hebben. Als ik zie, ik ken een paar van die mensen. Jos Hermans, onder andere uit België, was een geweldige wereldniveau. Triatleet. Ik heb een ongeluk gehad, die jongen zit nu in een rolstoel. Een paar weken geleden kwam ik nog tegen. Wat die mensen er nog voor doen om zich toch nog een beetje op een sportieve manier te manifesteren, is onvoorstelbaar. En dat is, ja, dat is toch goed. We hebben allemaal wel eens, wij denken allemaal dat we het even geleven hebben en dat we met de fiets rondrijden, met de auto rondrijden, met alles kunnen doen. Maar die mensen die zijn gehandicapt in een aantal dingen. En die proberen toch nog een stukje genot in het leven, sportief genot in het leven te krijgen. Dat is een heel goede zaak. De handbike is een onderdeel van de Paragames en de Paralympics onder andere. Heeft u zelf wel eens op de handbike gezeten? En is dat nou heel anders qua lichamelijke inspanning? Ik heb daar eens op gezeten. Nou, dat valt echt niet mee. Je hebt natuurlijk die met hun voeten werken, die met hun armen zich voortbewegen. Er zijn wat mogelijkheden daarin. Maar bij ons in het dorp heeft er een jongen ook een dwarslesie. Die rijdt met ons mee en dan rijden we soms 40 per uur. En die blijft er gewoon aan zitten. Die heeft ook zulke armen. Dus van boven is dat behoorlijk ontwikkeld. Maar wat een plezier die mensen hebben daarin. Om toch nog op een of andere manier zich nog voor te bewegen. Dat is bewonderenswaardig hoor, absoluut. De Paragames die starten dan pas in oktober. Ik wil toch nog even een paar vragen over de Tour stellen, want die is gisteren van start gegaan. Op wat voor niveau bevindt het huidige Nederlandse wielrennen zich, denkt u? Dat heeft een aantal jaren toch een beetje op een laag pitje gestaan, laag niveau. Maar sinds 2 jaar komt daar behoorlijk verandering in. We hebben wat goede jonge renners die zich ook internationaal behoorlijk weten te onderscheiden. En de komende Tour de France, die is al bezig, de Tour de France. Ik verwacht dat toch wel wat van die Nederlanders. Dat ze toch minstens een etappe winnen, misschien wel twee. Geesink, die als die goed is, misschien toch weer bij de eerste 5 kan rijden. We hebben toch nog wel leuke verrassingen, denk ik. Ja, want hoe schat u de kans in op een Nederlandse Tourzege dit jaar? Dat is die vraag. Die heeft mij natuurlijk al 500 keer gesteld, mensen. En om te knokken tegen een Contador, tegen een Slek, als die ook goed zijn, kan altijd gebeuren. We hebben het gisteren gezien met een valpartij en Contador al op 1 minuut 20. Ja, die dingen gebeuren in een Tour de France. Maar dat kan ook Geesink gebeuren, dat kan ook Slek gebeuren, dat kan een aantal verdetten. Kan je bij de eerste week al uitschakelen. Dus wat is zeker in deze Tour? Dat het uitgevochten wordt in de bergen, dat is een ding wat zeker is. Dus we gaan nog een paar spannende 2,5 weken tegemoet. Hoe belangrijk is de deelname van de tweede Nederlandse ploeg, Vakant Soleil? Is toch heel belangrijk natuurlijk, omdat daar hebben we het van de week al over gehad. NOS die was bij mij op visite en die zei al van hoe komt het nou dat die Nederlandse wielersport toch weer zo omhoog komt. We moeten voorbeelden hebben, grote kampioenen, dat trekt dan weer, dat zie je hier ook rondom je heen. Iedereen die pakt de fiets, vrije tijd fietsen, warmen zich ook een beetje in de geest van die grote kampioenen. Kopen een racefiets, het is gezond, fijn om te doen. En daar moet je eerst grote namen voor hebben die zich
internationaal in de kijker rijden. Nu is bekend dat de Rabo-ploeg voor het erepodium gaat. Dat is streven. Vakkenselij die gaat voor een dagzegen. Denkt u dat ze in die opzet zullen slagen? En wie maakt de kans daartoe? We hebben het. De Tour is een dag oud. We hebben het gisteren gezien dat daar die vakantieleirenner al 150 kilometer vooruit heeft gereden. Iedere keer in beeld. En dat zijn. Die trucken, dat is vakantielei op het lijf geschreven. Die kunnen vergeten een erepodium in Parijs of groene truien. Die hebben dagsuccessen nodig. En daar zijn ze de eerste dag al goed in geslaagd. Doet goed, die jongens. Meneer Winnen, goedemiddag. Had u al eens eerder gehoord van de Para Games? Ja, ik had er al eerder van gehoord, ja. En hoe bekend is het bij u, de minder valide sport? Er wordt niet zo erg veel over in de publiciteit gebracht, over invalide sport. Maar ik heb toch al verschillende evenementen bezocht. Dus ik ben wel bekend mee. Hoe kijkt u aan als voormalig topsporter tegen een evenement als de Para Games? Ik denk dat het heel goed is dat iedereen aan sport kan doen. En ook nog op een heel behoorlijk niveau. En dat verbaast me wel als ik op evenementen ben, dat het de inzet echt enorm is. Ja, want u bent zelf, heeft u twee keer de etappe op de Alpe d'Huez gewonnen. Nou heb ik zelf een filmpje gezien van een handbiker die de Alpe d'Huez opging. Heeft u dat zelf wel eens geprobeerd? In een wheelie? Heb ik nog nooit geprobeerd. Nee, volgens mij moet je er wel behoorlijk sterke armen voor hebben. Ja, maar denkt u dat het een hele andere vorm van inspanning is, fysiek gezien? Ik denk dat het wel redelijk overeenkomt. Alleen komt de kracht ergens anders vandaan. En even terug naar de Alpe d'Huez, wat ik al eerder zei. U bent twee keer daar overwinnaar geweest. Ziet u dit jaar een succes op de berg? Ja, het is altijd heel moeilijk te voorspellen of wie er gaat winnen en of de Nederlanders gaan winnen. Maar we zitten met een hele goede generatie wielrenners op dit moment. Dus er is niks onmogelijk. Wie ziet u als Nederlandse kans hebben? Geesink, we hebben ook nog Mollema die op dit moment goed klimt. En dan moeten we kijken hoe Wout Poels zich ontwikkelt in de ronde. Dus eigenlijk staan we er vrij mooi voor. Ja, want hoe belangrijk acht u zeg maar, de aanwezigheid van de tweede Nederlandse ploeg, Vakkenselij? Ik denk dat voor Nederland best mooie dingen gaat opleveren. Hè? Want het is een ploeg zonder grote klassementsrenner. Dus ze kunnen vrij buiteren, hè, laat ik maar zeggen. Dat zijn altijd type coureurs die op veel sympathie kunnen rekenen. Ja, want de Rabo-ploeg die gaat voor het erepodium, dat is hun streven. Vakkenselij hebben gezegd, wij gaan voor de dagsuccessen. Wie ziet u als kanshebber binnen die ploeg? Bij Vakkenselij bedoel je? Ik heb ook Poels net laten vallen. Dan hebben we nog de sprinter Bozic die in massasprints kost rijden, maar eventueel in een ontsnapping erg veel kans heeft. Johnny Hogeland, ook een type coureur die er graag in mag vliegen. Dus wie weet krijg je op een gegeven dag de ruimte en dan is het zover, hè? Je weet het niet. En een Nederlandse toerzege in 2011? Ja, je zou het bijna hopen, maar je moet altijd nog met Contador afrekenen, met Slek, Evans. Dus dat spant erom. Bent u te spreken over het niveau van de Nederlandse wielrennen op het moment? Ja, het niveau is behoorlijk. Ja. Ze kunnen zich echt meten met de internationale top. En dat is toch jaren anders geweest. Oké, dank u wel.